Dichtheid. Hoe kun je makkelijk en eerlijk vergelijken wat zwaarder is? Je hebt een aantal blokjes hier. Als je nou hetzelfde volume hebt, bijvoorbeeld 1 kubieke centimeter, en je legt ze op een weegschaal die blokjes, dan krijg je het aantal gram per kubieke centimeter. En dan kun je eerlijk vergelijken wat zwaarder is. Aluminium bijvoorbeeld heeft een dichtheid van 2,7 gram per kubieke centimeter. Maar goud is heel veel zwaarder, namelijk 19,3 gram per kubieke centimeter. Dus zo kun je eerlijk vergelijken wat zwaarder is. Water heeft een dichtheid van 1 gram per kubieke centimeter. Is de dichtheid kleiner, bijvoorbeeld eikenhout, dan blijft het drijven op water. Is het zwaarder, dan zinkt het in water. Als je een blokje hout hebt en je moet uitleggen waarom het blijft drijven op water, kun je zeggen dat het lichter is, maar dat is op zich niet correct. Je moet dan het woord dichtheid gebruiken. Hout heeft een kleinere dichtheid dan water, daarom blijft het blokje drijven. Nou, ijzer heeft een dichtheid van 7,8 gram per kubieke centimeter. Kun je afvragen waarom de boot dan blijft drijven, want dat is meer dan de dichtheid van water. Maar er zit uiteraard ook veel lucht in de boot. Dus de totale dichtheid van het hele systeem is kleiner dan die van water. Als je de dichtheid wilt bepalen, heb je dus de massa nodig aan de vloeistof. De massa kun je bepalen door het voorwerp of een vloeistof te wegen met een weegschaal. Als je nou een balk hebt bijvoorbeeld, dan kun je volume uitrekenen met lengte keer breedte keer hoogte. Of anders bij een onregelmatig voorwerp kun je hem onderdompelen. En dat is met de onderdompelmethode. Een cilinder komt ook nog in bod, hoe dat moet. Als je de dichtheid wil hebben, deel je de massa door het volume. Nou, daar hebben we ook symbolen voor. Rho is m gedeeld door v. Dit is een Griekse letter. Die spreek je uit als rho. Het symbool voor dichtheid. Kleine m gedeeld door grote v. Dus die rho is de dichtheid. M is de massa. En v is het volume. Vul je hier grammen in. En hier kubieke centimeter. Dan wordt de dichtheid in gram per kubieke centimeter. Je zou kilogram per kubieke decimeter kunnen pakken, dan krijg je kilogram per kubieke decimeter uit. Als je nou een stok hebt, je zaagt hem door midden. Wat gebeurt er met de dichtheid van de halve stok? Nou, die dichtheid blijft natuurlijk gelijk, want dit is een stofeigenschap en dat is voor een stof altijd hetzelfde. Wat ook gebeurt is de massa wordt de helft, volume ook, en als je die twee dan deelt, krijg je natuurlijk voor de dichtheid eenzelfde uitkomst. Bijvoorbeeld, je kunt de tabel laten gebruiken om dichtheden op te zoeken. Volume is bekend, 20 kubieke centimeter, massa is 5 gram. A, bereken de dichtheid en ga met de tabel naar welke stof dit kan zijn. Nou, je ordent de gegevens. Massa is 5 gram, het volume is 20 kubieke centimeter en gevraagd is de dichtheid. In de oplossing schrijf je de formule op, rho is m gedeeld door v, je vult hem in, en dan krijg je 0,25 gram per kubieke centimeter. In deze tabel staat hij niet, maar in BINAS, het formuleboekje, staat dat het kurk kan zijn. Als je de formule rho is m gedeeld door v hebt, kan het ook zo zijn dat je de formule voor m of v moet hebben, dat je de massa of het volume moet uitrekenen. Wat ik doe, is ik zet er een 2, een 6 en een 3. Drie verschillende getallen, en wiskundig moet ik kloppen. Dus 2 is 6 gedeeld door 3, dat klopt. Maar 2 is 3 gedeeld door 6 bijvoorbeeld niet. En wat kun je dan doen als je de formule voor de massa wil hebben, die 6? Wat moet je dan met die twee andere doen? Die 2 en die 3 niet optellen of delen, maar die 6 is alleen 2 keer 3. Dus de massa is rho keer v. Of de massa is v keer rho. Want 6 is 2 keer 3 en 6 is ook 3 keer 2. Als je nou het volume wil hebben, hoe kom je aan die 3? Dan kijk je naar die twee andere, die 6 en de 2. Dan moet je ze delen. Dus volume is massa gedeeld door de dichtheid. Nog een voorbeeld, bereken de massa van 2 kubieke decimeter goud. De dichtheid zoek je op, 19,3 gram per kubieke centimeter. Maar let op, het volume staat nou in kubieke decimeter. Als je de massa wil hebben, hebben we net gezien wat de formule werd. Massa is volume keer dichtheid, dus we nemen die formule. En dan vul je hem in, maar het volume maak je dan ook kubieke centimeter van. Want hier staat ook die kubieke centimeter. Dan moet je hem keer 1000 doen, 2000. Keer 19,3 wordt het 38.600 gram. Daar kun je kilogram van maken om te delen door 1000. Je zou ook kunnen zeggen 19,3 kilogram per kubieke decimeter. Dat is hetzelfde, keer 2. En dan heb je direct de kilogrammen uit. Nog eentje waar je volume moet uitrekenen van 2 kilogram kwik.
Nou, de massa is 2 kilogram. Daar maken we weer grammen van. Ik pak meestal gram en kubieke centimeter samen, dus 2000 gram. De dichtheid zoek je op van kwik, zwaar metaal, 13,5 gram per kubieke centimeter. En het volume was massa gedeeld door dichtheid, 2000 gram gedeeld door 13,5 gram per kubieke centimeter, is 148 kubieke centimeter.